Dit is de 0-3 van Heerenveen tegen de vrouwen van Excelsior Barendrecht. En daarmee gaat ook de 16e en laatste reguliere competitiewedstrijd van dit seizoen verloren. Het team van Sander Luiten heeft geen enkel punt gepakt. Scoorde slechts 7 keer en kreeg er 56 tegen. Het zijn pijnlijke cijfers voor elke sporter. Het is natuurlijk altijd jammer om gewoon geen punt te hebben gepakt. Maar ik denk zeker dat we in het anderhalf van het seizoen wel een punt gaan pakken. Punten. Ja, als coach ben ik met name bezig met het proces. En we wisten van tevoren dat het super lastig zou zijn. Als je kijkt naar alle ploegen in de Eredivisie. Ja, die spelen daar al 4, 5, 6 jaar. Die hebben ook die speelsters die ervaring hebben. Ja, wij komen net kijken. Dus dan heb je te maken met een gat. Wat je uiteindelijk door veel motivatie, veel strijd en met een bepaald idee van voetballen moet proberen te dichten. En het begon nog met zoveel optimisme, in het zonnetje in augustus. Het was al bekend dat er een team zonder ervaring stond bij Excelsior Barendrecht, met een selectie waarvan ongeveer de helft afkomstig was van open selectietrainingen. Maar toch, er lonkte misschien wel iets moois, een verrassing, een stunt. Ik denk dat wij wel mee kunnen draaien in de top 5. Ja, ik weet dat het heel ambitieus is, maar dat houdt je scherp. 16 wedstrijden later is de realiteit een hard gelag. Natuurlijk, er waren wedstrijden dat het ook niet mee zat. Dat was ook tegen Heerenveen het geval. Maar al met al is het natuurlijk een kwaliteitsverhaal. En blijft het vooral een project van de lange adem en de langere termijn. Dat is waar. Maar in het hier en nu krijg je steeds weer een tik op de neus. Het is nooit leuk om te verliezen. Maar met respect met alle dames. En ik moet ze echt een compliment geven. Ze staan er iedere keer weer. Elke dag gewoon de training en de wedstrijd. Ook al verlies je een week erop, staan ze er weer. Weer sterker door strijd, gaan ze weer die strijd aan. Respect voor, echt. Heel veel meiden die trainen bijvoorbeeld 2-3 keer in de week. En nu trainen we vast 4 keer in de week met een wedstrijd erbij. Dus in belasting en belastbaarheid maken we zeker stappen. Nou, daar moeten we als staf zijnde gedegen rekening mee houden. Dat we speelsters niet in de overbelasting gooien. Ook zeg maar de ervaringen die we meenemen in wedstrijden. Ja, dat is allemaal winst voor ons op dit moment. En waar doe je het voor? De vraag is best gerechtvaardigd na 16 nederlagen. De publieke belangstelling is matig, nu de hype van het EK vrouwen is overgewaaid en de resultaten zijn dramatisch. Maar de handdoek gooien, daar doen wij in de Rijnmond niet aan. Natuurlijk gaan we door. Het is een periode voor 3 jaar. De eerste jaar is heel belangrijk. Je leert heel veel. Ze moeten allemaal wennen aan het hoogste niveau van Nederland voor de dames. Dus dat kan je niet na 1 jaar stoppen. Dus we gaan denk ik zeker door. Ja, dat is wel een van de doelstellingen van de totale organisatie. Om ook op het vlak van het veldspel zeg maar, wat stabieler te worden. Nou, wellicht dat er in de selectie zeg maar, iets gaat veranderen. Kan zijn dat speelsters weggaan of dat er nog wat speelsters bij komen. Dus daar zijn we op dit moment zijn we daar een beeld van aan het vormen. Om die selectie op orde te krijgen. En volgend jaar wat meer in balans te zijn. Nou ja, ik denk dat we nu nog een heel jong team zijn. Dat we gewoon nog veel stappen kunnen maken. En ons heel goed door kunnen ontwikkelen. We zitten er heel dicht tegenaan tegen de eerste punten. Je ziet ook per wedstrijd dat ze ook steeds beter worden. Dus ik maak me geen zorgen. De punten gaan er wel komen. Als je nu kijkt naar het begin van het seizoen en nu. Denk ik dat we al heel veel stappen hebben gemaakt. Dus ik denk dat het alleen maar beter gaat worden eigenlijk. En ooit, misschien toch nog wel dit seizoen. Komt die dag dat Excelsior Barendrecht zijn eerste puntje gaat pakken in de Eredivisie. Dan verwacht ik wel een feestje, ja.